Een bestelauto is vrijdagochtend door een trein geramd op een spoorwegovergang in Prinsenbeek. De auto zou een bocht te krap hebben genomen en bleef toen met zijn aanhanger achter een bord hangen. De bestuurder van de auto kon op tijd uit zijn auto komen. De auto en de spoorwegovergang aan de Spoorstraat raakten zwaar beschadigd. Ook zullen er door het ongeval zeker tot begin van de middag geen treinen rijden tussen Breda en Lage Zwaluwe.